Ik ben daar waar de actie is, June. En dit kun je als campinggasten ook gewoon doen, koeien melken. Maar eerst de prachtige omgeving hier in Spaarnwoude. Informatieboerderij Zorgvrij in Spaarnwoude bestaat dit jaar 40 jaar. Er wordt nu al decennia lang kaas gemaakt, fruit geplukt en geiten geuit. Jolande, jij bent hiervan. Van harte gefeliciteerd. Dankjewel. 40 jaar lang zijn jullie hier al. Wat doen jullie eigenlijk? Van alles. Ja? Dit is echt dé plek om het boerenleven echt te ervaren. En kan ik dat op deze manier doen eigenlijk? Nou, je bent niet helemaal goed gekleed. Je hebt toch echt wel een paar goede laarzen nodig. Gaan we regelen. Nou, dit ziet er helemaal top uit, toch? Zeker. Waar is dit rode rugzakje voor eigenlijk? Om de boerderij te ontdekken. Wat het is een speurtocht. Een speurtocht, oké. Okay. Ja. Nou, ga ik doen. Het is een enorme speurtocht om die koeien te vinden. Nou, hier staat wel bij de geiten linksaf. Ah, nou, daar zul je ze hebben. En je kunt ze borstelen. Wie wil er geborsteld worden? Nou, zo moet je het dus doen. Je moet er gewoon op vragen. Kijk, daar komen ze allemaal. Leuk, hè, lieverds. Je bent ook een schat. Ja, maar de koeien die moet ik nog steeds vinden. Ga van de glijbaan af als een slang. En ga dan linksaf. Moet ze ook nog gemolken worden? Of? Ja, ja, ga ik nu doen. Mag ik dan ook melken? Ja, jij mag ook melken. Geweldig. Ga ik naar huis? Nou, dat zou ik nog even niet doen hoor. Kun je me even helpen, Klaas? Want, dat is, ja? als deze wat dichtgeknepen is. Kijk dan, deze, oh, als dat deze is het. Dicht is. Ja, ja. Nou, wil ik. Ja, geweldig. Nou, daar komt dus de melk vandaan. Ja, wat moet ik hiermee? Opdrinken. Ik zou zeker nog een keertje langskomen, June. Proost. Ah, lekker. Lekker, hè?